Burn-out. Burn-out heeft veel verschillende gezichten. Verder kun je een burn-out herkennen aan de volgende klachten. Ze zijn het gevolg van jarenlange overbelasting. Zo ervaren mensen, psychisch en lichamelijk, een ernstige uitputting. Bij een lichamelijke uitputting stelt stress ons in staat om een bedreigende situatie te kunnen overleven. Er treedt een verandering op in ons lichaam die ons extra energie en alertheid geeft om uit die bedreigende situatie te komen. Daardoor stijgt het adrenaline- en cortisolgehalte. Blijft deze situatie langer aanhouden, dan blijft het lichaam in actieve stand staan, waarvan de uitputting het resultaat is. Bijkomende verschijnselen zijn onder andere depersonalisatie en cynisme. Bij een depersonalisatie heb je het gevoel alsof je van een afstand naar jezelf kijkt. Het is een soort vervreemding van jezelf waar je twijfels over je kwaliteiten gaat ontwikkelen en minder vertrouwen in jezelf krijgt. Cynisme houdt in dat je twijfelt over de goede bedoelingen van de medemens. Verder houd je een grotere afstand tot het werk en de sociale omgeving. Overige kenmerkende verschijnselen zijn fysieke klachten als slecht slapen, een opgejaagd gevoel, hartkloppingen, een drukkend gevoel op de borst, hoofdpijn, buikpijn. Duizelig voelen, spierpijn, zwetende handen, minder weerstand of hyperventileren. Kenmerken van emotionele klachten zijn vooral stemmingswisselingen, neerslachtigheid, snel huilen en sneller geïrriteerd zijn. Typische klachten die gepaard gaan met het denken zijn minder flexibel zijn, minder betrokken voelen, vergeetachtig zijn, slechte concentratie, piekeren, angsten of paniekaanvallen hebben. Het gedrag wordt vaak gekenmerkt door besluitloosheid, onzekerheid, onrust, snelbazig en boos zijn, inefficiëntie, minder zin in roken en drinken, lusteloosheid, zich meer terugtrekken, weinig of veel eten en geen zin hebben in seks. Om de diagnose vast te kunnen stellen dat je een burn-out hebt, moet worden voldaan aan de volgende criteria. Ten eerste Aanhoudende lichamelijke of geestelijke vermoeidheid of verhoogde vermoeidheid. Ten tweede spanningsklachten, zoals spanningshoofdpijn, slaapstoornissen, maagpijn, darmproblemen, duizeligheid en toegenomen prikkelbaarheid. Hiervan moeten ten minste twee klachten van toepassing zijn. Ten derde: deze klachten zijn gerelateerd aan werkomstandigheden. En ten vierde: gevoelens van verminderde werkprestaties, geestelijk vermoeid zijn. En een cynische, afstandelijke houding tegenover collega's of klanten. Hiervan moeten eveneens ten minste twee klachten van toepassing zijn. Een burn-out hebben betekent niet dat je per se last hoeft te hebben van al deze klachten. Je kunt ook een burn-out hebben wanneer sommige van deze verschijnselen van toepassing zijn op jou. Om zeker te zijn, zoek je professionele hulp zoals je huisarts of een psychotherapeut. In het volgende hoofdstuk zal duidelijk worden wat de oorzaken en de risicogroepen van burn-out zijn. Het is interessant te kijken of je jezelf in een van de groepen herkent. In het volgende hoofdstuk gaan we het hebben over de oorzaken van een burn-out en waar deze mogelijkerwijs vandaan komt. Daarnaast bespreken we de belangrijkste feiten en cijfers over burn-out.